Vandaag ga ik een oosters gerechtje maken. Dat is een California roll. Wat hebben we hiervoor nodig? Sushi rijst. Wasabi. Een plakje zalm. Raapjes. Een avocado. Een beetje sesamzaadjes. Opgelegde gember. Wat rijstazijn. Sojasaus. En enkele norivellen. En dit is een klein pakketje om de sushis te rollen. We gaan beginnen met onze rijst. We wegen die af en we hebben 300 gram nodig. En dan is het belangrijk dat je die rijst goed spoelt. Herhaal dat ongeveer 3 keer en laat de rijst nadien even weken in koud water. Dus eerst goed spoelen, terug afgieten en dan giet ik er water op en laat ik die klein beetje staan. Dit is ons matje om onze California roll te maken. Leg dat open op de plank en doe er een klein beetje plastic folie over. Zorg ervoor dat het matje helemaal ingepakt is, langs beide kanten. Zo, duw de lucht er een beetje uit en dan leg ik daar een norivel op. Het water mag van de rijst en die gaan we dan gaar koken. Weeg ongeveer 300 gram rijst af en doe er evenveel water bij. Voor 1 tas rijst dus ook 1 tas water. We gieten het water erover en laten de rijst rustig gaar koken onder een deksel. Nu ga ik de zalm versnijden. Snij hem in plakjes en verwijder ook het vet aan de onderkant ervan. Niet dat dat vet slecht is, maar dat ziet er gewoon niet uit en dat is ook niet echt heel lekker. Dus het vet haal ik eraf en de zalm snij ik in fijne plakjes. De rijst even checken, maar die is nog niet gaar. Die moet nog een beetje verder koken. Ondertussen kan ik de avocado wel snijden. Verdeel hem in 2. Sla je mes in de piet en dan kan je die gemakkelijk eruit halen. De schil moet natuurlijk van de avocado af. Die mag ook weg. En dan is het tijd voor de raapjes. Die gaan we ook gewoon schillen en in fijne balkjes snijden. Probeer ervoor te zorgen dat zowel de zalm, de raapjes en de avocado een klein beetje dezelfde grootte hebben. Onze rijst die gaan we nadien nog bijkruiden. En dat doe ik met rijstazijn, 5 centiliter. En daar doe ik 1 eetlepel suiker bij. Laat dat heel even opkoken en dat gaan we toevoegen aan onze rijst. De rijst is gaar, die plakt mooi. We schikken die open op een groot bord. En gieten daar onze rijstazijn en suiker over. Op die manier krijgt die rijst die aparte lekkere smaak. Goed verdelen, zorg ervoor dat die een beetje afgekoeld geraakt en leg er dan een natte handdoek over. Zo, nu kan die rijst nog een klein beetje verder rusten. Ik heb een beetje water in een kom gedaan en daar ga ik weer een klein beetje rijstazijn aan toevoegen. En dat is enkel gewoon een trucje, zodat de rijst niet aan je handen blijft plakken. Maak de vingers even nat, neem de rijst en leg hem op het norivel. Verdeel het mooi gelijkmatig, dat heel het vel bedekt is met de sushi rijst. Daarover strooi ik wat sesamzaadjes. En dan komt het moeilijkste gedeelte. We moeten het norivel omdraaien. Doe dat met een palet en draai het voorzichtig om. Nu kunnen we de vulling doen. Op het norivel leggen we een plakje zalm, een paar raapjes en onze avocado. Leg die gewoon mooi naast elkaar en rol hem met behulp van het matje op. Voilà. En dan krijg je een perfecte California roll. Snij hem in mooie plakjes. Leg het op een bord. En meer is dan niet. Het is eigenlijk klaar. We gaan daar nog wat garnituurtjes bij geven. Een beetje sojasaus. Een beetje wasabi. En opgelegde gember. Voilà, we kunnen aan tafel.
California roll met sojasaus, wasabi en opgerekte gember. Het receptje kan je altijd nalezen op onze site, delijze.be.